Ik zit hier naast Elmer Kaalberg. Oké. En je bent kunstenaar? Ja, kun je wel zeggen, ja. En wat maak je? Ik maak tekeningen. En die maak ik op de computer. Zoals je ziet, zit ik in een rolstoel, ben verlamd. Ik kan eigenlijk alleen mijn linkerarm goed bewegen. En die leg ik op een rollerball mouse neer. En dan, ja, in Photoshop maak ik dan tekeningen. En, die ga ik daarna afdrukken op canvas. En groot. En nou ja, misschien zijn ze te zien achter mij. Daar hoop ik eigenlijk verder mee te komen. Ja. Eigenlijk, ja, het is een beginnetje. Hoe lang ben je bezig? Nou, ik teken mijn hele leven al. Dus ik heb eigenlijk, ik ben begonnen toen ik in die rolstoel terecht kwam na een auto-ongeluk. Zag ik al heel gauw van, het enige waar ik iets mee kan, dat is een computer. En gelukkig zijn er dan ook apparaten, zoals een Lucy waar ik mee kan typen met een brilletje op en zo. En die muis, die grote rollerballmuis. Dus ik ben begonnen eerst met programmeren heel lang en daartussendoor steeds tekeningetjes maken. Totdat ik eigenlijk helemaal klaar was met het programmeren en websites onderhouden voor iedereen en zo. Dat heb ik een beetje gehad en toen heb ik me helemaal gelegd gewoon op het maken van tekeningen. Ja. Ja. Dus dat, hoe zou je je stijl omschrijven? Ja, het is een beetje cartoonesk en pop art, ja, stripachtig, ja. Ja. Ook wel. Ja, ik zie duidelijk de klare lijn. De klare lijn, ja. Het grappige is, ik kan nog geen 2 centimeter recht tekenen, dat lukt me echt niet. Dus die arm schiet alle kanten op bij mij, weet je. Vooral met zo'n rollable mouse, dat is... Als je er even voorheen gaat, schiet het muisje meteen bam, naar links, naar rechts. En, dus dat heeft me best een tijd geduurd om daar een beetje... Nou, en soms werk ik ook heel gedetailleerd. Dan zoom ik er helemaal op in om bijvoorbeeld een hand voor elkaar te krijgen. Dat lukt me bijna niet. Het is echt heel moeilijk. Maar het begin is altijd gewoon begin ik gewoon maar te tekenen. En dan heb ik wel iets in mijn hoofd. Bijvoorbeeld een bokser of een zwemmer, zwemster of wat dan ook. En de eerste lijnen die komen er altijd wel heel goed uit, de basis, zeg maar. Ja. Van daaruit begin ik met inzoomen. En, maar het eerste begin is altijd gewoon die klare lijn, dat ik in één keer iets neerzet zo, helemaal. Ja. Ja. En kijk, ik denk dat voor veel kunstenaars het maken van iets een soort worsteling kan zijn. Ja. Ja. Maar voor jou is het een extra worsteling. Ja. Is dat niet, word je niet af en toe helemaal knettergek, van dat het niet gaat? Nee. Nou kijk, het is natuurlijk heel erg moeilijk om... het is een worsteling om je kunstwerk te tonen aan iedereen. En in die fase zit ik nou. Ik heb heel veel werken op mijn computer staan. En nu probeer ik de publiciteit een beetje te zoeken en kijken ook of ik die werken kan verkopen. Ja. En dat is een worsteling. Dat is heel moeilijk, denk ik. Dit is eigenlijk de eerste keer hier dat ik exposeer in een galerie. Ja. En ik zie dat ook nog helemaal als een begin. Ik verwacht niet dat ze meteen als zoete broodjes over de toonbank gaan, zeg maar. Nee. Nog niks verkocht? Nee. Nee, ik zie nog geen rode stipjes. Nee. Nou, ik moet deze niet waar. Ik heb er 2 verkocht, maar dat zijn aan familieleden. Hè? Dus dat telt eigenlijk niet. Je onderwerpen, is daar nog een lijn in te vinden? Ik vind het vaak leuk. Ik had laatst dus een vrijwilliger gewoon, die heeft me geholpen met al die doeken in lijsten te zetten. En die zag dat hockeymeisje en de bokser. En die zei, ik heb mijn hele leven waterpolo gespeeld. Ja. Kun je niet een waterpoloer maken? Nou ja, dat ben ik meteen genoemd. Ik dacht, nou, leuke uitdaging. Ja. En die is ook heel erg leuk gelukt, moet ik zeggen. Yes. Ja. Die hangt er niet bij, maar wel op mijn website. Ja. Maar sport, terwijl jij eigenlijk, kan je niet meer doen, sport. Ik heb helemaal niks met sport eigenlijk. Nee. In die zin heb ik meer gewoon met de beweging van mensen en
Want vaak is het zo, dus dat als je goed kijkt, dan kloppen de verhoudingen van zo'n sporter helemaal niet. De knie zit veel te hoog, een enkel veel te laag, of zitten twee knieën in. Maar van afstand lijkt het wel of het precies de juiste houding is. Of het klopt. En dat vind ik het leuke aan die tekening eigenlijk. Ja. Dat als je er nader naar kijkt, denk je van, oh jeetje. Dat onderbeen, dat is een heel stuk, dat is bijna korter nog dan zijn voet. Ja. Weet je wel? Maar op afstand, ja, klopt het wel zo in het eerste gezicht, denk je. Dus dat vind ik wel wat grappig. Ja. Maar het zijn heel veel bewegingen inderdaad die ik zie. Ja, dat klopt, ja. De ellende van je afschilderen. Ja, dat is inderdaad die hand die overal naartoe schiet, weet je wel. Ja. Ik heb iets in mijn hoofd en ik kan op de een of andere manier kan ik iets in mijn hoofd... iets wat ik gezien heb, een waterpolo. Je hebt allemaal dingen op Studio Sport wel gezien, maar ook... gitaarspeler of wat dan ook. Ja. En op een of andere manier lukt me dat toch wel gewoon... om dat uit mijn hoofd op papier te krijgen. Wel op mijn manier helemaal natuurlijk. Klopt helemaal geen zak van. Maar... Ja, je kan eigenlijk niet van stijl veranderen. Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, maar het maakt het er wel heel leuk door en vrolijk. Dus, Het is ook inderdaad wat je zei, een beetje stripachtig. Ja. Wat ik heb daar even over nagedacht... Ken jij vrouwelijke striptekenaars? Wel eens vrouwelijke striptease. Ja. Maar... De meeste. De meeste. Ja. Zou het nou echt een jongetjesding zijn, strips? Ik weet het niet, nee. Ik zou graag een antwoord willen geven op deze vraag, maar... Er zijn ongetwijfeld vrouwelijke striptekenaars, ja. Ik ken ze niet, voornamelijk zijn het inderdaad jongetjes. Als je een beetje rondkijkt, ja. Oké, bedankt. Ik zou zeggen, ga zo door, man. Ik ben Robert Pennekamp. Robert Pennekamp. Oké. Ja. En jij hebt dit gemaakt, wat hier te zien is? Ja, eigenlijk zijn er drie projecten door elkaar tegelijk. Ja. Dus het is een beetje moeilijk voor de toeschouwer of voor de bezoeker. Maar ik heb dus iets gedaan met alle soorten bezoekers die hier tijdens de opening zijn geweest. Ja. Dus je kan hier deze tekeningen. Ja. Misschien kan jij jezelf herkennen in een van deze tekeningen. Ik ben af en toe wel een zeiker, dus misschien niet. Deze. Ja. Ah, kijk, maar dat vind ik heel knap dat jij die eruit haalt. Want de meeste mensen kijken daar overheen dus. Maar inderdaad, ik heb allerlei soorten verschillende mensen. Ja. En ik laat het een beetje los, want ik had eerst inderdaad overal titels bij van dit is dat soort bezoeken. Maar dat slaat dan weer dood. Ja. En ik vind het veel leuker dat mensen zelf hun eigen gedachten erbij gaan bedenken. Van nou, dit zou ik wel eens kunnen zijn. Ja. En dan vraag ik van, waarom ben jij dat dan? Ja. Nou, dus, dit is nu niet de opening, het is wat later, maar zagen mensen zichzelf? Ja. En ik heb ook mensen ontdekt tijdens de opening... Waar ik dus nog geen portretje van had. Ja. Dus ik ben eigenlijk door aan het gaan. Ik heb nog 10 verschillende soorten bezoekers. Ja. En dit had ik dus zelf niet bedacht. En eigenlijk vind ik dat het leuke van... meestal heb je in een galerie, je hangt wat neer en dat is het. Maar ik vind het leuk om tijdens het gebeuren dat je hangt of ergens iets maakt... dat het nog doorgaat. Dat interactief zelf... ook. Ook een soort dus van interactief. Ja. En dat heb ik ook met de opening gedaan, met stel dat. Dus stel dat is de vraag. Oké. En dan kan je denken van, ik heb nog één dag te leven. Wat ga ik dan doen? Of stel, ik krijg een miljoen. Wat ga ik dan doen? Of stel, en dan mochten mensen zelf invullen. Ik zie ook tekeningetjes. En dan allemaal tekeningetjes. Ja, ik had dat hier op tafel liggen dus met allemaal... van die post-its. En dan mochten mensen stel dat invullen. Oké. En dat zijn dus deze geworden. Maar er zaten ook kinderen bij en die vonden het natuurlijk geweldig. En die vinden het ook leuk om wat te doen. Ja. Die vinden het natuurlijk heel leuk dat jij als kunstenaar iets maakt. Maar die vinden het nog veel leuker om zelf wat te maken. Meedoen. Meedoen, Hey, maar dit is allemaal tweedimensionaal. Maar ik zie ook driedimensionale dingen. Ja. Dit zijn eigenlijk een soort, dit is begonnen als een soort stripachtige poppen. En daar zit een tweede laag overheen. Dus er zijn allemaal houten poppen. Ja, je kan ze op alle manieren in elkaar zetten.
En steeds, zijn losse onderdelen. Zijn allemaal losse onderdelen met klemmen, zitten die tijdelijk in elkaar. Dus dat geeft ook weer het tijdelijke aan. Misschien als je de volgende keer komt met deze expositie, dan heb ik er weer wat anders van gemaakt. En is hier een heel bouwwerk ontstaan bijvoorbeeld. Ja, ik noem mij dus zelf niet alleen schilder, maar meer multimedia kunstenaar. Ja. Als het mezelf bezighoudt en ik vind het zelf leuk en ik word er zelf enthousiast van en ik kan mensen meekrijgen. Ja. Of het geeft ook een soort feedback met mensen, dan, dan is het voor mij interessant. Okay. En, en daarom blijf ik nog steeds op zoek. Ja, maar strips, comics, dat is een beetje een rode draad in jouw werk? Ja, er zitten veel stripachtige afbeeldingen. Ook in mijn schilderijen, maar ook in die beelden zitten ook allemaal stripachtige ideeën. Ja. En strip, eigenlijk is het meer een soort van taal die een soort van universeel is. Hè. Je hoeft niet... Het komt meteen binnen. Het is toegankelijk. Mensen kunnen er wat mee. En je kan er ook meteen een kwinkslag aan geven. Dus mensen kunnen denken van, oh leuk, maar daarachter zit nog iets anders. Dan moet je er even doorheen. Maar het is wel de eerste lokker om binnen te komen. Van, oh wat leuk. En dan vervolgens komt er een heel andere wereld binnen. Hey. Ik zie allemaal veel boze hoofden, of niet? Ja, duistere shit, ja. Ja, duistere shit. Ja, dat is mijn ding, ja. Ja? Ja. En waarom? Waarom? Waarom, ja. Zo ben ik, een vampier. Ja? Dat is gewoon, anders had ik wel zuske en wiske gemaakt. Zo, maar dit is zoals ik ben, weet je. Ja. Dit is wat ik maak. Misschien komt het ook door die inspiratie die ik aan de strip zou. Misschien als je altijd Asterix en Obelix nu nog steeds en zuske en wiske en Kuifje en zo, daar haal ik niet meer mijn shit uit. Maar vroeger, maar nu haal ik totaal andere dingen. Bisley, Ledroid, Freidson, Sapiri, ga zo maar door, weet je. Ja. Dat zijn meer de grote vissen. Ja. Oké, bedankt. Oké. Succes, man. Dankjewel, man. En om nou een stripverhaal gedicht te gaan schrijven als opening, dat had ik kunnen doen, maar het had een ontzettend druk. Maar ik weet dat er liefhebbers zijn voor mijn manga-gedicht. En mijn manga-gedicht gaat ook over strips. En over tekenfilms, alles wat met comics te maken heeft. En dat ga ik nu voordragen om de expositie te openen. Ik ben beland in een wereld vol van jonge meisjes met supergrote ogen. En jongens met stekelharing in alle kleuren van de regenboog. En ik zie om mij heen virtuele steden waarin de plantsoenen rare beesten rondhuppelen. Die elkaar belagen met laserstralen. Vreemde ruimtescooters vliegen laag over de straten en een meisje dat een machinegeweer op de plek van haar rechterbeen heeft, doet een poging om een oude oma te helpen met oversteken. Maar het oude mens blijkt groene schubben onder haar gebreide vest te hebben en een tong van 1,5 meter lang tilt het meisje op en slikkert haar tot mijn verbazing dwars door de geluidsbarrière heen. Ik wil vluchten uit deze voor mij ongebruikelijke wereld, maar kan geen kant op. Ik zie een grote blauwe doos met aan alle kanten diamanten hartjes, welke mij verleiden om hem of haar open te maken. Ik ruk in paniek de deksel eraf en er ontstaat een enorme gouden regen van sterren, rode karmijnachtige spiralen, welke met een enorme klap het luchtruim vullen. Ik wil vluchten, want ik zie dat er een leger van mensachtige monstertjes met konijnenoren en bokkenpootjes mijn richting uitkomen, maar het lopen wordt mij bemoeilijk. Want ik draag ineens een kostschoolmeisjes met uniform en ontzettende strakke schoentjes om mijn voeten, welke mij op een enorme manier het lopen onmogelijk maken. De ogen van de omstanders worden alsmaar groter en groter en groter en de cacophonie van Japanse kreten dringen schel en onverstaanbaar mijn Hollandse oren binnen. Ik zit nu omgeven door geel-roze pimpelpaarse witte tijgers boven in een hoge boom en drijf naar het schrik ik wakker. Goddank, het is een manga-droom. Myself. If you can't hit me, then
outside the art gallery hier in Amsterdam, in the place to be. Wij hebben hier Bert Schoonhoven staan. Hij heeft hier verdekt allerlei leuke kleine tekeningetjes opgehangen. Kan jij daar wat meer over vertellen, Bert? Ja, dat is, die tekeningen zijn eigenlijk ontstaan in een periode dat ik op vakantie was. Ik ben zelf van oorsprong illustrator-tekenaar en ben al heel lang bezig met outsider art. En in de vakantie zag ik ineens allemaal beelden opkomen voor mezelf van hey, daar kan ik cartoons van maken. Dus ik begon elke dag zeg maar, in die vakantie een soort van dagboekje bij te houden met iedere keer een andere tekening en komisch en... Tenminste, het gaf een soort persiflage van hoe ik met mijn vrouw daar in die vakantieplaats rondliep. En het is eigenlijk is dat helemaal gaan groeien. Dus ik ben al een klein jaar nu bezig met elke dag een nieuwe strip te maken, een nieuwe cartoon. Ja, en dan krijg ik heel veel volgelingen van op Facebook. Die volgen mijn cartoons ineens en dat is heel leuk. Wij hebben hier ook Tom, jij volgt ook de cartoons van Bert? Ja, degelijk. Ja, wel zeker, ja. En wat valt jou op aan die cartoons van Bert? Dat Bert er de hoofdrol in speelt. En dat er soms ook wel anekdotes uit het verleden naar boven komen en instaan. En dat is heel leuk, heel grappig. Bert, wat is jou de laatste tijd opgevallen wat met je cartoons? Nou, ik heb gemerkt, ik ben even terug gaan kijken en dan valt me vooral op dat ik in het begin een soort schetsmatige Peter Verstraeten-achtige stijl had van opzet. En dat er toch meer een klare lijnstrip aan het worden is. Dus ik zou hier ongeveer kijken, hier zie je. Het is natuurlijk een graag gezien onderwerp dat ik in de galerie sta en dan de meest extravagante vrouw op laat treden. Die ik ook in werkelijkheid tegenkom hier. En die schijnbaar altijd iets willen uitstralen van ik ben heel kunstzinnig bezig. Of ik heb in ieder geval heel veel verstand van. En dat mij de meest bizarre vragen stellen, waar ik dan ook weer de meest bizarre antwoorden op geef. Zoals je hier ziet, dat ik dan die vrouw antwoord. Nou, het speciale aan dit schilderij is, hij is van Australisch hout gemaakt, dus weggooien gaat niet. Dus zoiets. Heb jij nog vragen? Nou, gaat dit boekje ook echt een productie worden? In de zin van dat wij hem straks in de winkel krijgen? Nou, ik heb nu ongeveer 3 van deze dikke boekjes volgetekend. En daar ga ik inderdaad een selectie van maken. En ik ben een enorme fan van Kamagurka. En die had altijd van die hele leuke paperbacks. En toevallig heette zijn hoofdrolspeler Bert. Dus het was altijd Bert maakt het gezellig, Bert maakt het leuk. Dus daar moet ik wel iets anders over verzinnen. Maar in ieder geval wil ik mijn stripverhaal in zo'n handig... boekje wat je iedereen gewoon even cadeau kan doen, niet te duur. En waar je gewoon elke dag weer de zon door ziet schijnen. Als je even dat boekje inkijkt. Dus ja. Hier zie je mijn vrouw bijvoorbeeld samen met mij op vakantie een stokbrood eten. En zo gaat het iedere dag door. Nou, we zijn heel benieuwd naar de volgende Bert's die er allemaal gaan komen. Oké. Okay. Ja, nou, outsiders, allemaal kijken naar de volgende Bert, want dat is de hoogste tijd. Hou hem in de gaten. En kijk waar die uithangt dit keer. We staan hier in de Pop-Up Art Gallery. En we gaan een interviewtje doen met Monica Patricia. Ik maak foto's sinds 8 jaar digitaal, vroeger analoog. En hier kunnen wij zien 2 kleine series die digitaal zijn gemaakt. Ja. Eén zwart-wit en de andere in kleur. De eerste serie zwart-wit heb ik gemaakt in Frankrijk, in de Alp van Haute-Provence. Op speciale bergjes die Robins heten, vlakbij Digne-les-Bains. En de andere serie heb ik gemaakt in Voorschoten bij de Bierensteen. Dat is een soort landhuis met een mooie park omheen. Het zijn inderdaad aparte bergjes. Maar het is zwart-grijs van kleur. En
Ja, met water gaat dat een beetje ja, veranderen, ook als het regent en als het koud is. En het is ook zacht en als het vriest is hard. Okay. En dat ligt vlakbij Digne-les-Bains en heet Robin. Ja. En je fotografeert altijd mensen? Niet altijd, maar ik hou van portretten en dat is mijn voorliefde. In fotografie, maar ik doe ook heel veel reportagefotografie voor mijn werk voor de krant. Okay. En ik doe ook studiofotografie, ook productfotografie, dus eigenlijk van alles. Maar allround. Ja, maar portret blijft het geliefde in wat ik doe. Vind je de modellen gewoon op straat? Of hoe doe je dat? Nou, dat is heel toevallig altijd. Want bijvoorbeeld op de zwart-witte foto's kunnen jullie zien mijn dochter. Die is altijd bij de hand. En ze is een prachtige model. Heel mooi meisje van 17, Saskia. En de andere model bij de kleurenserie, die is weer een kennis van ons. En ja, ook toevallig ontmoet. En ja, ik heb altijd zo'n gevoel, ja, dit is het gewoon. Maar ik doe ook heel veel opdrachten, dus portret. Ik heb altijd een idee eerst, bijvoorbeeld voor locatie, die heel belangrijk is natuurlijk. En het licht ook vaak. Soms is het toeval natuurlijk als je rekening houdt met het weer. Maar meestal probeer ik toch uit te kiezen een dag met een goede licht, niet te veel felle zon, maar een felle zon kan ook hele mooie effecten geven. En dat probeer ik ook heel graag als uitdaging, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, ik heb altijd een idee, maar tijdens fotograferen komen ook nieuwe ideeën. Vaak. Ja. Ik zie ook, dat is misschien mijn interpretatie, maar ik zie ook iets dromerigs, sprookjesachtigs. Klopt dat? Jazeker. Ja, ik ben zelf gek op sprookjes, fantasie en ja, oude verhalen, legendes. Ja. Dus dat komt een beetje terug in mijn fotografie. En exposeer je vaak? Ik exposeer regelmatig, ja. En verkoopt het ook lekker? Nou, portretten verkopen niet zo lekker, maar er komen opdrachten. De mensen bijvoorbeeld willen zelf ook zo'n portret of een kleinkind of kind of opa en oma. Ja. Dus mensen zien gewoon zichzelf of iemand anders dierbaar in mijn portret en dat willen ze dat gewoon graag, dat ik dat maak. Ja. En doe je ook trouwerijen? Jazeker, trouwerijen ook, hoort bij fotografie, ja. Bedankt. Dank je wel. Succes, hè. Dank je wel. Always find new work because there's so much that it's impossible to see it all at once. We are at Thea's old studio at Island Zeeburg, and it's been here for a very long time, I think 40 years, 35 years, and it's grown so much with Teo's sculptures and the nature and the sculptures mixed in with the nature, and it's just sort of a very special place. Het eiland bestaat sinds 1900 en is gemaakt van slip uit de eihavens en het Noordzeekanaal. Theo Niemeyer woont en werkt al 25 jaar op het Zeeburger eiland. Hoe zou u dit stuk Amsterdam omschrijven? Ja, zoals Nessie had het beschreven, de ravels van de stad.
En, ja, het is dan een tijdelijke vrijplaats waar je nog een beetje waar je makkelijk kunt neerstrijken, althans vroeger. Yeah, we started seeing each other and it stayed great the whole till he didn't live, wasn't alive anymore. I just and still it's great. So I mean I'm still in love with him. I see a very, very nice assemblage of Theo's work, leaning against this, I don't know what that is, a little hut, a hut. And it just looks gorgeous with this grass and everything. It's just beautiful, just very Theo, very Theo. So strong, I think it's such strong work. And he was very strong. I mean, he was silent, but he was strong. Yeah, very. It's a feeling that a person had, Theo had, a feeling, and it came out in this way of putting things together and communicating without words. Afstand lijkt het misschien hier net één grote schroothoop, maar als je dichterbij komt, dan zie je de wondere wereld van Theo Niermeijer. Hij is beeldend kunstenaar en luistert ook naar de bijnaam de IJzeren Dichter. Hij woont en werkt al bijna 20 jaar hier aan de Zuidereidijk in stadsdeel Zeeburg. Wat is dan uw drijfveer? Dat je de dingen gaat begrijpen, een beetje onder controle krijgt, een beetje studeren. Je inzichten vergroten. I like this thing with the holes in it. Because I get a direct feeling. It's not an intellectual thing, it's an emotional thing. And I like that. Because I know that came from his emotions, kind of thing. Kun je alles vinden? Ja, in het magazijn. Theo Niermeijer, 61 jaar en kunstenaar. Op het Zeeburger eiland waar hij woont en werkt wordt hij de IJzeren Dichter genoemd. Omdat hij al sinds hij een jaar of 17 is beelden maakt van grote brokken verroest ijzer. Ja, kijk, en dan wil ik hier een soort ding doorheen voeren nog. Hoe kom je eigenlijk bij de, dat zie ik nu hier staan, de IJzeren Dichter? Ja, Huipie heeft het bord voor me gemaakt. Omdat, voor de klanten. Want mensen die begrijpen vaak niet dat het vrij toegankelijk is en een bord gemaakt. Nou, het werkt ook heel goed. Klinkt een beetje als de fluwelen bokser of zo. Ja, precies. Het lijkt elkaar een beetje uit te sluiten. Ja, inderdaad. Maar je, zo gezegd, bedrijf je poëzie met brokken ijzer? Zeker, ja. Vooral omdat ze dan al, ze hebben al een heel leven achter de rug als functioneel object. Ja, die stukken ijzer. Ja. Ja. Het is of een auto geweest of een schip. Of, here on top. Damn. Now I thought that that Marlies and Vincent were taking this with them, but it's still here.
it was a group exhibition, and I looked around, and you know, everything was okay, but I saw this tall, rusty metal sculpture, and in front of that sculpture was a number of small, rusty plates, pieces of flat pieces of metal just thrown on the ground in front of it. And it absolutely blew my mind. I mean, because they knew that I liked this person's work. They said, oh, did you ever meet him? And I said, no. Do you want to see who that is? And I said, okay. So we walked upstairs, and there was a Tai Chi demonstration going on, and Teo was in the middle of it. And, you know, I looked around. I couldn't figure out which one it was, and they told me who it was. They showed, you know, pointed to who it was. We didn't speak at that time. But I was so surprised because he looked so preppy. I don't know what you call that here. You know, button-down shirt and tan pants, and his hair wasn't long or anything. You know, he didn't look very alternative, so I thought, what? I can't believe it. He was friends with friends of mine, and we all went to this place called Chez Nelly. And it was a snowy night, a lot of wet, cold snow, cold slush. And somebody stopped me and said, your light is not working on my bike. And so, you know, I just looked over, and it was Teo. And so then he proceeded to completely take the light apart and rewire everything on the street in the freezing cold in the middle of the night. And I thought, this is unbelievable. And this is the person who makes that rusty stuff I love so much. I was completely blown over again. Yeah, we started seeing each other, and it stayed great. Godverdomme dat u weer aan de deur wordt neergezet, hè? Precies goed. He didn't have it all figured out or something. He just was driven in certain directions, then he just went there. I think I was one of those things too. Find things, pieces of old wood in the water. He would see something and back his white van to the shore. He would get some rope out of his van that he always had with him, and he would attach it, he attached it to that piece of wood, got back in the car, and then we drove forward to yank it out of the mud. And it was this huge ancient piece of tree trunk, which may or may not be the one that's right behind you. It might be. He was a collector. It amounted to him wanting to assemble these things, to put them together or have them fit somehow. It's also a recycling type of thing, a transformational thing, to turn a piece of junk into a piece of art. You add your feeling and your drive or your talent, and you turn it into something else completely, a piece of art that somebody else can enjoy. He was into Tibetan Buddhism. I'd seen a photograph of him with the Dalai Lama. I couldn't believe it. Many of Teo's works of art look like sort of temples. And they're natural in how they go. They're not thought through. It's like a natural energy coming from someone, which you could feel. I can feel, anyway. So 2 months before he died, the doctors told him he had pancreatic cancer and that he had 4 to 8 months
to live. Teo said, okay, I want to have chemo. And they said, no, it's too late. You can't have chemo. So that was that. The last day, yeah. We had moved Teo downstairs to a bed that we had placed in the living room. It was nice and bright and sunny. And so we had him all very comfortable there. And there was a TV close by. And Prince Rainier had just died. This was so strange. And on the TV was on. And for some strange reason, the Dalai Lama came on TV to give his condolences to Prince Rainier, which it sounds bizarre, but it happened. And there was the Dalai Lama actually in our living room. So I said, Teo was sleeping, but I woke him up. I said, Teo, the Dalai Lama's on TV. The Dalai Lama's on TV. And his eyes popped wide open. He was so happy to have that connection. And that was a special gift that we had right there, yeah. Did you talk with him about reincarnation? We did, but not on that day. You know, we had talked about reincarnation, and I asked him I said, you're coming back, and he said, no, I don't think I'm good enough to come back, or something to that effect. And I said, if anybody's coming back, you are. So he laughed, you know, he was laughing, it was his last day. De Amsterdamse beeldhouwer en schilder Teo Niermeijer is deze week overleden. Op diverse plekken in de stad, zoals hier op het Kattenburgerplein, staan beelden van de IJzeren Dichter, zoals hij werd genoemd. Ook was werk van hem regelmatig te zien in kunstenaarsdorp Ruigoord. Theo Niermeijer is 64 jaar geworden en wordt morgen begraven op Zorgvliet. Did he come back? Yes. Oh, yes. Okay, I had a townhouse in, I guess, Sturgedam. And after Theo passed, I didn't want to go. I really wasn't interested in going out there. My children didn't want to go out there. I hardly went out there at all. But I'd say that summer, Theo died in April, so during that summer, I was out there one day, and a girlfriend came to meet me there. Something was pulling me over to looking behind her, and I looked a few times, and I thought, you know, do I have something on my glasses? What is this? I thought, they didn't say. And there was this thing, it was a round ball, I swear this happened. It was a round ball of grayish, light grayish color, and it was coming through the trees, like coming at me, and then going back and coming in and out and in and out a few times, almost like smoke. And I swear, it was so crazy. I was thinking, what is this? It was like smoke, the way it came through and went back and came in. And I'm thinking, is there a fire? No, there can't be smoke. It's going back and forth. It's a sunny day. And it was like a ball of energy. I mean, what the heck was that? I looked on my calendar when I got home. I was so dumbfounded in a daze. I came home and I looked, and it was that day. It was that day that the soul is released. It happened. It really happened. Die ook naar je
zoals jij, verander je iedere dag. Ik kan blijven kijken naar jou. Ik kan blijven kijken naar jou. En doe dat dag in en dag uit, tot ik s'avonds mijn ogen weer sluit. In ieder seizoen, zomers een sloerie, 's winters een maagd, in het voorjaar dan bloos je van het groen. Maar het mooiste is je herfst, als je goud bent bekleurd en de zon brengt de mist op het ei. Dan kan ik wel janken, het is al gebeurd, weer eens een jaartje voorbij. Nog steeds heb ik je streken niet door. Zoveel gezien en nog zoveel op komst. Zoveel gingen me voor. Je draagt al je eeuwen met trots en gemak. Je bent mijn geheugen van steen. Elke stap die ik zette, elke vriend die ik sprak, elke liefde die ik kreeg. Ik wil jullie allemaal hartelijk welkom heten namens alle medewerkers van de galerie, het Zalencentrum en alle cliënten die hier ook als medewerker werkzaam zijn. Waarom doen wij dit feestje? Dat doen wij omdat wij als Kodaan 10 jaar bestaan. Wij hebben een verjaardag te vieren met elkaar. En ja, verjaardag vieren, dat doe je niet alleen. Dat doe je samen met elkaar, met de buurt. En vandaar ook dat we jullie allemaal hebben uitgenodigd om samen met ons dat 10-jarig bestaan van Kodaan te vieren. En dat doen wij op allerlei locaties, door de hele stad verspreid op verschillende momenten. En vandaag zijn we hier te gast in de Van Limmerkhof in de prachtige tuin van de diaconie. En nou, het is fijn om dat jullie hier zijn, om ook kennis te maken met wie en wat Kodaan is. Welke cliënten hier werken, wat voor prachtige dingen zij maken. Je ziet allerlei standjes met van de houtwerkplaats, van de draad, van de kunstwerkplaats. Er is een schildersworkshop. We hebben daar een informatiestand staan waardoor de Scepter zwaait. En die zal zorgen dat jullie allemaal van informatie worden voorzien. En jullie kunnen aanmelden als vrijwilliger bij Kodaan. Zo'n thuisfeest is ook een uitstekende gelegenheid om verbinding te maken tussen wie is Kodaan, wie werkt hier, welke cliënten zijn hier en wie woont hier in de buurt. He, dus wij willen graag de buurt vandaag ontmoeten, verbinding maken en kijken of we een duurzame relatie met elkaar kunnen aangaan. We hebben samen met de Vriendenstichting van Kodaan, de Stichting Kornuit, hebben wij fondsen weten te vinden om deze prachtige buurtfeesten, he, waarvan dit er één is, om die te kunnen bekostigen. Dus we zijn heel erg blij dat onder andere de Vriendenstichting Kornuit ons in het gelegenheid heeft gesteld
dit feest samen met u te vieren. We zijn in ieder geval blij dat het zo fantastisch mooi weer is. En ik geloof dat jullie allemaal genieten. En ik zou zeggen, hou dat vol gedurende de hele middag verder. En ik zou zeggen, heel veel plezier. Dankjewel en veel plezier. Ik heb meegedaan aan een Amsterdamse bundel. En daar heb ik 2 speciale gedichten voor geschreven. En dat gaat over de pont van noord naar stad en van stad naar noord. Van noord naar stad. Staan op de pont van noord naar stad. Vaar mijn nieuwe pad voor mij de cirkel rond. Met een koffer achterop, wat spullen bij elkaar, niet te veel en te zwaar. Het verleden zit erop. Mijn huis is ons paleis, schreef je in een sms. Bracht mij van de wijs. Nu begin ik met leven, laat achter wat ik heb. Begin zacht met beven. Met de pont naar noord, 13,9 minuten varen. De chaos komt tot bedaren, het water kabbelt voort. Alles een beetje trager, de buschauffeur steekt op zijn hand. Om je heen veel groen en zand, zelfs huizen zijn er lager. Praten met je buren, tuintjes staan er fleurig bij, in de tuin de vuren. NDSM, veilige haven, mijn achtertuin en buurt. Ik kom mijn dorst daar laven. Ik zocht gewoon een veilige schuilplaats. Achter elke boom een plek. Dacht ik er een gevonden te hebben.
I'm not afraid to die.
Put us up, got love a fire.